De belastingvrije som voor loontrekkers wordt opgetrokken van 4000 SRD naar 7500 SRD per maand. Dit is het resultaat van een vervolggesprek tussen de regering en Ravaksur over de effecten van de BTW. Ravaksur wees de regering erop dat eerder was overeengekomen dat met de introductie van BTW er verlichting zou komen voor loontrekkers. Over 3 maanden volgt er een evaluatie om de stand van zaken te bespreken aangaande de BTW-wet. De Nationale Antidrugsraad is gisteren voor een periode van 3 jaar geïnstalleerd door minister Amaramadin van Volksgezondheid. De Nationale Antidrugsraad wordt voortgezeten door de heer R. Nanda, die zitting neemt namens het ministerie van Volksgezondheid. De NAR is onder andere belast met de coördinatie en de aanpak van de drugsproblematiek in Suriname. De bewindsman heeft aan de nieuwe raad gevraagd om zo snel als mogelijk het drugsmasterplan te actualiseren, maar ook richtlijnen te geven aan de regering om de voorlichting aan de jeugd te intensiveren in het kader van drugspreventie. In de resufraudezaak bij het ministerie van Financiën heeft de rechtercommissaris het gerechtelijk vooronderzoek GVO op 19 december gesloten. Naar aanleiding van de wet dienen de verdachten na de sluiting van het GVO binnen 30 dagen te worden gedagvaard. Op 28 december heeft het Openbaar Ministerie de verdachten in deze zaak gedagvaard voor de zitting van 10 januari 2023.